Hartelijk welkom allemaal. Welkom vanuit een zonnig overgoten Utrecht, hier in het AOB-gebouw. Bij het Kennisfestival, georganiseerd door arbeidsmarktplatform PO voor Jon en Som en mede mogelijk gemaakt door OCW. Tot 16:30 zullen we elkaar ontmoeten op dit kennisevent. Alles rondom voldoende en goed personeel door regionale samenwerking. Ja, die lessen die kunnen we met elkaar delen. Dat is ook precies de bedoeling van vandaag. Zodat we rond 16:30 geïnspireerd weer huiswaarts gaan. Of mogelijkerwijs bent u al thuis. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Mijn naam is Michel de Vries. Ik ben uw dagvoorzitter en gedeeltelijk ook de presentator van dit verhaal. Zelf een ondernemende leraar. Actief als lerarenopleider. Maar ook betrokken bij het Lerarenontwikkelfonds. Daar waar leraren met een budget en begeleiding fantastische dingen kunnen doen. En alles is mij duidelijk, de leraar doet ertoe en die hebben we ook nodig voor goed onderwijs. Tegelijkertijd staat het sein op oranje en in sommige gebieden zelfs op rood, omdat er een personeelstekort dreigt. En nu is de vraag, hoe kunnen we onszelf daarop voorbereiden? Nou, in 2019 is er een subsidieregeling van kracht gegaan, de RAL, regionale aanpak lerarentekort. En in rap tempo werd die opgevolgd door de regionale aanpak personeelstekorten. Nou, deze middag staat in het teken van RAL en RAP ervaringen. Die willen we delen, inspiratie. En dat doen we door lezingen enerzijds en anderzijds door met elkaar in gesprek te gaan. En ook al zijn wij online verbonden aan elkaar, we zullen zorgen middels digitale technieken dat ook uw inbreng mogelijk is. Nou, ik hoop dat we met elkaar om 16:30 geïnspireerd kunnen vaststellen wat werkt. En ik wil eigenlijk nu alvast een verzoek doen, want ik heb mezelf al voorgesteld aan u. Maar ik zou graag willen weten met wie ik het genoegen heb. En daar hebben we een Mentimeter voor ingeschakeld. Dit is een digitaal instrument om uw keuze kenbaar te maken. En als het goed is, verschijnt er nu in beeld een code en het verzoek om menti.com in te typen. Vervolgens de code erbij te koppelen, zodat u een vraag krijgt. En daarmee kunt u zelf de Mentimeter invullen. Bent u een schoolbestuurder? Bent u een schoolleider? Bent u een beleidsondersteuner, HRM-lid, medezeggenschapsraad, OR-lid, penvoerder, projectleider of medewerker in de RAP-regio's of anders? Nou, in ieder geval aan u de vraag om uw keuze te maken. Inmiddels krijgen wij in beeld ook het een en ander te zien. En dan weten wij tenminste met wie wij te maken hebben. Het valt mij op dat... Er komen verschuivingen in beeld. Ik wacht nog heel even. En dan zie ik dat wij heel veel te maken hebben met andere mensen. En die andere mensen, daar ben ik dan natuurlijk vanuit mijn rol weer nieuwsgierig naar wie dat zijn. Maar ik denk dat dat vanzelf wel kan ophelderen. Want tijdens het programma, dan krijgt u ook de kans om te chatten of zelfs in te bellen, zodat u ook fysiek kunt deelnemen aan het programma. Een aantal penvoerders en projectleiders van de RAP, hartelijk welkom. We zien wat schoolbestuurders, schoolleiders, beleidsondersteuners, een aantal HR-medewerkers zijn er aangelogd. Nog even geen GMR-leden, geen opleiders, OCW-medewerkers. Anders in ieder geval duidelijk, met andere woorden, ja, fijn dat u er bent. En eigenlijk kan ik maar één ding concluderen, we zijn begonnen. Nou, ik schakel even over naar het programma van vandaag. Zoals ik net al zei, we hebben een programma met verschillende lezingen. En mijn verzoek is aan u om daar ook actief in te zijn en uw mening daarin te delen, uw vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen of kritische noten. Alles is welkom, want op die manier kunnen we in deze coronatijd toch met elkaar interactief van gedachten wisselen. Naast lezingen zijn er ook interactieve deelsessies. Dit zijn gesprekken waarin enerzijds wordt ingezoomd op het programma wat net in een lezing is voorbijgekomen, maar het kunnen ook gesprekken zijn zoals ik die straks zal voeren met een aantal mensen.
Nou, hiervoor heeft u een keuze kunnen maken. Die heeft u van tevoren ook aangekondigd. Daar heeft u ook een link voor gekregen. Mocht het nou zijn dat u later meteen geschakeld en geen link heeft, dan vragen wij u gewoon lekker te blijven hangen. Dan neemt u automatisch deel aan de deelsessie waarin ik betrokken ben in een binnenkring en in een buitenkring. Rondom HR in eerste instantie. Rond tien voor half vijf zullen wij al ons opgehaald goud dat we hebben gedolven met elkaar gaan bespreken. En dat doen we onder andere met Dominique van der Elst. Zij is programmamanager aanpak lerarentekort bij het ministerie van OCW. En u kunt ook vragen stellen aan haar. Dus mocht u vragen hebben ten aanzien van het thema van vandaag rondom de RAP, dan nodig ik u nu al uit om in de chat uw vragen te stellen. Dan zullen die vragen ook meegenomen worden in de afronding van het programma. Nou, volgens mij heb ik nou wel heel veel verteld. Volgens mij is het tijd om u voor te stellen aan onze eerste gast. En misschien ben ik al wat sneller door mijn stof heen. Ja, dat is altijd als je online met elkaar verbonden bent. Dan lijkt de tijd wat te vertragen. Maakt niet uit. Ik hoop dat Louis Spanings online klaar zit. Hij is als directeur van het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt en ICT is hij verbonden. Heeft hij ons in ieder geval nieuwsgierig gemaakt naar een ervaring. Want zij stimuleren initiatieven die aansluiten bij het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. En in het kader van RAP en personeelstekort zijn wij nieuwsgierig hoe dat is geweest voor de ICT-branche. En Louis, wij zijn heel nieuwsgierig van hoe zijn jullie daarmee omgegaan? En wat kunnen wij vooral leren als het gaat over regionale samenwerking om het tekort eigenlijk te slechten met elkaar. Met andere woorden, wat kan het onderwijs leren van ICT? Nou, laat ons inspireren, zou ik zeggen. Dankjewel voor deze introductie. Fijn dat ik de ruimte krijg om te vertellen wat wij gedaan hebben. We zijn er zelf super enthousiast over, maar goed, dat is een redelijk voor de hand liggend. Ik heb een presentatie met een onvoorstelbare hoeveelheid slides. Precies wat men niet wil, maar waar het om gaat, ik kan daar heel snel doorheen hoor, dat is vaker gedaan. Wat ik in ieder geval wil proberen, is om te laten zien dat je dingen ook anders kunt doen. Dat je, ondanks het feit dat er heel veel beleid wordt gemaakt, dat er altijd ruimte is om net buiten het doosje, hè, buiten het plaatje te kleuren of out of the box te denken enzovoort. Ik hoop dat. Ik heb 20 minuten gekregen. En ik heb nu eigenlijk 22 minuten gekregen, want de introductie van Michel was een beetje korter. We kijken gewoon waar we uitkomen. En ik hoop dat iedereen die nu online meekijkt, straks iets heeft van: shit, interessant. Kun je misschien wat mee? Ik hoop het. Goed, ik ga nu mijn scherm delen. En dan moet, als het goed is, zo aanstonds alles bij jullie in beeld komen. Ik hoor niet dat het niet zo is. Dus als dat zo is, als het goed is, krijg ik een seintje dat het in orde is. Ja, kan iemand dat bevestigen? Is het in orde, jongens? Okay? Ja, de duimpjes gaan omhoog. Oké, perfect. Ja, het vervelende is, ik kan jullie helemaal niet zien. Dus het is een beetje een gokje. Goed, zoals gezegd, ik ben directeur van het CAICT. Interessant daarin is, dat was het opleidingsfonds voor de ICT-arbeidsmarkt. Maar de ICT-arbeidsmarkt als zodanig, die bestaat niet meer. Want de ICT-sector is eigenlijk weg. Nou klinkt dat heel ernstig. Maar waar het in feite op neerkomt, is dat ICT alle sectoren ingedreven is. Dus ja. En op dit moment is het de situatie zo dat 75% van de ICT-professionals werkt buiten de traditionele ICT-sector of ICT-sectoren. Dat was hardware, software, services, datacom, telecom. Dus die wereld is veranderd. Dus we hebben onze naam een aantal jaren geleden ook veranderd. We zijn niet het opleidingsfonds van de ICT-arbeidsmarkt, maar het opleidingsfonds van de arbeidsmarkt ICT. Mijn bestuur vond dat een beetje
raar. Ik zeg, joh, je moet je logo kan hetzelfde blijven, maar we gaan de subtitel veranderen, nieuw briefpapier enzovoort. Nu zegt men van, ja, verdraaid, dat was precies wat we nodig hadden. Nou, van die dingen, dat is denk ik interessant. Wat is die arbeidsmarkt-ICT? Nou, die arbeidsmarkt-ICT, de enorme snelheid van veranderingen, de onvoorspelbaarheid van wat er gebeurt. Het gaat, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de onvoorspelbaarheid en verandering, dat zijn de kenmerken van de toekomst. Het is eigenlijk de enige echte zekerheid die je hebt, hè, de zekerheid over onzekerheid. En het kan niet anders dan dat je je daarop moet richten en dus geen beleid in de achteruitkijkspiegel, even simpel gezegd. Voor die ontwikkelingen, die digitalisering, is IT en technologie, dat zijn de belangrijkste drivers. Af en toe zit er een Engels woordje, een excuus daarvoor. Maar goed, het Nederlands is behoorlijk aan het veranderen. Dus wij houden ons bezig met instroom. Instroom op die arbeidsmarkt ICT. Mensen erbij halen. Doorstroom van werk naar werk. Ook heel belangrijk. Want door die verandering zijn mensen met competenties die ze in een oude situatie nuttig hadden, soms niet meer bij een bedrijf of een regio goed inzetbaar, maar die zijn wel weer ergens anders naartoe te leiden. En duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid, vooral dan, dus ja, IT is een beetje raar, die arbeidsmarkt is een beetje raar. We hebben geen cao, maar we houden ons wel bezig met het ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk gekwalificeerd zijn op die arbeidsmarkt. En vooral door opleiding en training. Goed, nou, het kernpunt waar we in zitten, en dat is echt al 2019, 2020, en dat gaat maar door, enorme tekorten. Echt enorme tekorten. We hebben tekorten, ja, je ziet het in vacatures, enorme toename aan vacatures. We hebben te weinig instroom vanuit het onderwijs. En dan praten we over alle niveaus, mbo, hbo, wo, dus beroepsonderwijs. En er zijn veel te weinig vrouwen. IT is nog steeds een mannenberoep. Overigens is daar wel iets aan het veranderen. Dat zal ik zo meteen kort wat cijfers van geven. Nou, de groei van het aantal IT'ers in Nederland is redelijk spectaculair. Als je ziet dat in 2003, dit gaat over 17 jaar, in 2003 waren er ongeveer 300.000. 2020, actuele informatie, tot en met 2020 is dat gegroeid naar 540.000. Dat is waanzinnig veel. Ik heb het uitgerekend, doe ik graag. 6% van de totale beroepsbevolking is IT'er. En dat groeit alsmaar door. Het aantal vrouwen, dat begint nu gelukkig ook toe te nemen. Toen wij de laatste cijfers kregen, hebben vastgesteld dat het aantal vrouwen met 4 keer zoveel gegroeid is als het aantal mannen. Op dit moment, van die 500, zijn er 100.000 vrouwen in een echte mannenwereld. Dus het lijkt erop dat daar een verandering gaat plaatsvinden. We proberen er overigens heel veel aan te doen met allerlei organisaties en projecten. Maar goed, alles begint. Het zijn kleine stapjes, maar het gaat de goede kant in. Nou, even een plaatje van hoe het zit met de problematiek om mensen te vinden. Ik heb hier IT vergeleken met de industrie, zeg maar. En dan zie je, los van het feit dat er in 2021, ja, daar zit een rare knik in een paar kwartalen. Dat heeft alles te maken met COVID-19. Maar je ziet dat voor IT de problematiek altijd significant hoger is. Dus er is echt een heel erg groot tekort. Nou, wat wij proberen is om met alle projecten die we doen, en daar kan ik heel veel over vertellen, maar er is vandaag ruimte voor. We doen ontzettend veel aan het anticiperen op die snel veranderende arbeidsmarkt. Even een paar inhoudelijke dingen. Wat gebeurt er met digitaal? Nou ja, ik ga dit niet toelichten, maar je ziet dat het hoeveelheid digitaal neemt enorm toe. En dat is het verschil tussen 2002 en 2016. Je ziet gewoon dat die blokken met hoog of gemiddeld digitalisering, en dit gaat over de hele beroepsbevolking wereldwijd, dat dat enorm toeneemt. Waar gaat het om? We hebben technologie voor empowerment. We hebben technologie voor replacement, hè? Dus robots die het werk, die het uitvoerende werk gaan doen. En we hebben tech voor gemak, denk aan virtual reality.
Wat je nu ziet in de automobielindustrie bijvoorbeeld, vandaar ook dat plaatje, daar gebeurt heel veel volledig digitaal. Je hoeft niet meer, eigenlijk je instructies krijg je op je VR-bril, bij wijze van spreken. Dat is een beetje, dat is de toekomst. Welke technologieën hebben nou zoveel impact? Hoeven we ook niet uit te leggen. Kunstmatige intelligentie, dat spreekt voor zich. Big data wordt altijd genoemd. Het is een beetje een raar begrip, want ja, het zegt niks. Maar wat het wel zegt, data is gigantisch. Data stuurt ons eigenlijk. En dat is soms ook wel eng. Dus ethiek speelt hier een grote rol in. Overigens ook bij kunstmatige intelligentie. Cybersecurity, nou, daarvan staat genoeg in de krant. En Internet of Things, zonder het te weten, hangt je half huis vol met allerlei apparaten die aan het internet hangen. Zelf heb ik daar een voorbeeld van. Ik had problemen met mijn wifi. Je kunt dat laten checken van wat hangt er eigenlijk allemaal aan die wifi. Er waren 12 apparaten, terwijl ik dacht dat het er maar een stuk of 5, 6 waren. Maar goed, dat is je soundbar en je hangt eigenlijk gewoon helemaal aan het internet. Wat is de consequentie van die digitalisering? Die digitalisering raakt echt alles en iedereen, alle sectoren. Dus je ziet sectoren veranderen, functies veranderen. De IT-beroepen en niet-IT-beroepen, die gaan steeds meer op elkaar lijken door digitalisering. Sectorgrenzen vervagen. Dat is ook dat verhaal van die arbeidsmarkt ICT. Eigenlijk is IT helemaal gekanteld, zit door sectoren heen en van daaruit groeit het en neemt dat alsmaar toe. Dat zag je in dat tabelletje. Ik ga het niet oplezen, want je kunt het zien, het verandert heel erg. Consumenten worden producenten. En dan gaat het niet om webwinkeltjes, maar dat gaat om veel meer. Het is echt heel erg fundamenteel. Wij doen daar ook onderzoek naar. Op dit moment loopt weer zo'n onderzoek. Waarbij we alle vacatures alle vacatures ophalen en die gaan analyseren. En daaruit zien wij dat echt het onderscheid tussen beroepen en sectoren alsmaar kleiner wordt. Op een gegeven moment zou je bij wijze van spreken zelfs de leraar in allerlei functies kunnen krijgen. Maar daar kom ik straks op terug. Nou, wat betekent dit nu? We weten niet precies wat het uiteindelijke effect zal zijn van die digitalisering, maar trekt wel echt heel erg door. Er zit voor het middensegment staan veel banen onder druk, omdat daar die tech to replace heel sterk op geld doet. Er zit dus een dreigende tweedeling in die arbeidsmarkt. Mensen die wel mee kunnen digitaal, mensen die niet mee kunnen. Daar moet echt aandacht aan besteed worden. De kennis en vaardigheden, die worden steeds, de halfwaardetijd van je competenties, die wordt steeds korter, want die wereld die verandert mega. Nou, ik heb een artikeltje uit het Financieel Dagblad, dat is overigens alweer van 2019. Toen was het verhaal van, IKEA gooit er 7500 mensen uit, ik zeg het maar even plat, kommer en kwel. Maar tegelijkertijd worden er 11.500 banen gecreëerd die anders van aard zijn. En je ziet inmiddels dat bij heel veel ondernemingen dat die transitie niet per se leidt tot banenverlies. Ik herinner me nog dat ik bij een conferentie was met de oud-minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, die toen een heel negatief verhaal vertelde over de gevolgen van de automatisering, digitalisering. Er zou enorm veel banen kosten wereldwijd. Daar is helemaal niets van uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat zijn verhaal slecht was. Ik vond wel dat de nuance erg ontbrak. En met de kennis van nu weten we dat dat gewoon helemaal niet gebeurd is. Er zijn juist heel veel nieuwe banen ontstaan. Dus er zijn veel meer kansen dan bedreigingen. Goed, acties die we uitvoeren. Heldere afbakening van het werkveld. Een beetje in tegenspraak met wat ik zeg over die arbeidsmarkt ICT. Maar we proberen wel helder te zijn, wat is een IT-professional? Onze cijfers, je kunt je op de website van CST vinden. We hebben een tool, Predict, dat geeft arbeidsmarktinformatie. Elke regio en stad, grote steden, kun je zo zien hoeveel IT-professionals werken hier. Maar wij hanteren niet de definities van het CBS, want die kloppen niet meer. Of de cijfers van het UWV, die kloppen niet meer. Ze kloppen wel, omdat het gebaseerd is op de sectorindeling zoals CBS die hanteert. En die is niet zomaar veranderd. Maar wij kijken naar de werkelijkheid en zien,
als mensen elders met cybersecurity als idee. Ja, dat kun je niet vinden in de definities van de CBS. Dus wij zijn gewoon daarbuiten gaan staan, hebben onze eigen cijfers. En die cijfers stemmen we af met UWV. En dan zegt UWV, de man die wel eens op het journaal komt, Rob Witjes, ja, jullie hebben gelijk. Maar ja, wij moeten rapporteren volgens het boekje. Hè? Dat boekje is ook een beetje oud aan het worden. Wij kijken naar kansen. Wij zijn ontzettend voorstander van het stimuleren van samenwerking in de regio. In de regio gebeurt het. En we proberen zoveel mogelijk voorbeelden over het voetlicht te brengen. Door te laten zien waar zijn dingen succesvol, waarom is het succesvol en hoe kun je ervoor zorgen dat je dat in een andere regio ook gaat doen. Was iets te snel. Ik heb een filmpje waarvan je kan afvragen van ja, leuk, maar wat moet ik ermee? Maar waar het om gaat is dat die ontwikkelingen, die digitalisering, mensen zien het vaak nauwelijks. En soms zien mensen het wel en die worden dan voor gek versleten. Dat is een beetje de portée van dit verhaal. Tja, die moet behandeld worden. Maar u begrijpt, dit is natuurlijk een karikatuur. Maar er zijn zoveel ontwikkelingen en dingen kunnen zo anders. En het is mooi als er mensen zijn die proberen om dat ook te pakken en daar iets mee te gaan organiseren. Goed, dan het onderwijs. Onderwijs is een fantastisch vak. Ik heb er zelf alleen maar als consument mee te maken gehad, op alle niveaus een beetje. Maar onderwijs is fantastisch en het is geweldig om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van jongeren, jongvolwassenen, die langzaam, zoals ik er nu naar kijk, op die arbeidsmarkt komen en naar hun leven gaan vormgeven. Wat ik wel vind, is dat het onderwijs veel meer zou moeten samenwerken met die buitenwereld. Het is echt de vorming van jongvolwassenen. En ja, eigenlijk vind ik dat primair voortgezet onderwijs, mbo, dat hoort, ook primair en voortgezet onderwijs, dat hoort veel meer verbindingen te hebben met de buitenwereld. Ik noem het gewoon even de buitenwereld. Ik heb een paar dingen geleerd. Wij hebben vanuit het CCT ook een project, hybride docent, drama. Waarom? Je kan er ontzettend lang over praten. Ik heb daar inmiddels jaren ervaring mee. De resultaat is marginaal. Ambtelijke regelingen zijn dramatisch. Super ingewikkeld als je op die manier mensen wil binnenhalen om de tekorten die voorzien worden, ook binnen het mbo, maar dat geldt natuurlijk ook voor primair en voortgezet onderwijs, dan maak je het wel ontzettend moeilijk. In het mbo is het overgereguleerd. Ik mag, dat heb ik wel eens geverifieerd, aan een hbo-instelling les gaan geven. Om daar mijn ervaring te delen. Op een mbo is het uitgesloten, want ik moet een pedagogisch didactisch getuigschrift hebben en ik weet al niet wat. Als wij hybride docenten opleiden is het ook allemaal vreselijk ingewikkeld. Eigenlijk vind ik motivatie, inspiratie, dat zou minstens zo belangrijk moeten zijn als die formele kwalificatie. Denk dan aan mensen die net niet voldoen. Ik vind een ander ding, en dat zal ook voor die RAP-regeling misschien wel gelden, inspanningsverplichting is niet voldoende. Het gaat om resultaat. Geen resultaat, geen financiering. Hartstikke helder, hartstikke transparant.
Het CST heeft overigens inmiddels bijna een half miljard in de afgelopen 25 jaar zo op de kaart gezet. We bestaan sinds 1997. En dat is de kracht. We weten wat we doen. En als er geen resultaat is, dan betalen we subsidie ook gewoon never uit. Ook al hoeft het niet van de regelingen die dan vaak via het ministerie van SZW komen. Een aantrekkelijke werkomgeving kan alleen maar bestaan als er een goede symbiose met de regio is. Dat geldt voor elke onderwijsinstelling, voor elk bedrijf, voor elke overheidsorganisatie. Een zijinstroom, ja, mooi, maar zijinstroom vereist een hele goede begeleiding. Mensen erbij halen en echt ondersteunen. Onderwijs is vrij lastig, omdat dat een heel... Het is eigenlijk een andere wereld. Je merkt dat ook. Kijk, onderwijsmensen die pik je er meestal wel uit op feestjes. Ik mag dat zeggen. Mijn vrouw heeft in het onderwijs gezeten en haar kenniskring ook. Dus er is wel een verschilletje. Maar een van de dingen die heel lastig is, is de enorme terminologie en dergelijke. Die het vergt in sommige gevallen binnen het mbo heel erg veel tijd voordat je er goed in ingewerkt bent. Verder lessen, ja, haal de buitenwereld binnen en trek erop uit. Ga naar buiten. Die muren moeten eruit. Ik vind dat je, als je iets wil doen aan personeel inzet, het lenigen van tekorten, dan moet je ondeugend zijn waar het mag. Dus het hoeft allemaal niet helemaal volgens de wet en regelgeving. Er kan vaak veel meer dan men denkt. Ik heb een prachtig voorbeeld. Ik kan er nu niet te veel over zeggen. De BIT Academy binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Gestart in Amsterdam, een RIF-project, ook een investeringsregeling vanuit OCW. Studenten, HBO-WO, geven les aan studenten MBO. Iedereen zei ervan, dat kan niet. Nee, dat kan niet, maar we gaan het wel doen. Want de docenten, die zijn niet competent genoeg. Dat is niet negatief, maar dat is een feitelijke constatering. Die studenten, die hebben het gevoel dat ze geschiedenis studeren. Die willen moderne technologie, de nieuwste dingen. En het is een dramatisch succes. Inmiddels worden er, ja, we gaan, ik denk in 2022 gaat het over de 1000 mbo-studenten die met succes, heel hoog succespercentage, ook potentiële uitvallers, die krijgen hun diploma niveau 4. Ik vind dat fantastisch. Ik ben er super enthousiast over. Het zijn jonge mensen. En jonge mensen die echt bouwen aan die nieuwe wereld. Dat is wat er zo gaaf aan is. Dit is het verhaal van die arbeidsmarkt ICT. Het feit dat beroepen meer op elkaar gaan lijken. En alles wat we georganiseerd hebben, is georganiseerd zoals je dit plaatje ziet. De sector techniek, energie, zorg, blablabla, allemaal onderscheiden. En daar willen we dan mensen promoten om een leven lang zich te ontwikkelen binnen die sectoren. Dat is van vroeger. Het moet hier naartoe. Mensen komen de arbeidsmarkt op en moeten daarover kunnen dwalen. Niet verdwalen, maar van positie veranderen, intersectoraal. Dan ga ik langzaam toe naar een afronding, want anders ga ik uit de tijd lopen. Uitdagingen die wij hebben met elkaar is dat we moeten opleiden voor beroepen die nog niet bestaan. Dat is heel interessant. Je zou je kunnen afvragen of je beroepsonderwijs wel beroepsonderwijs moet blijven noemen. Ik ben zelf voorzitter van de sectorkamer ICT Creatieve Industrie van SBB. Ik roep dat daar ook en dan zeggen mensen, ja, je hebt wel gelijk, maar dat kan niet, dat is te gek. Ja, toch denk ik dat dat een keer zou moeten gebeuren. En daarmee kun je het onderwijs ook veel meer aan elkaar verbinden. Want waarom is beroepsonderwijs nou zo onderscheidend? Andere discussie, daar zou ik graag een keer een seminar aan willen wijden. We moeten van onderwijzen naar continu leren, dat is volstrekt evident. Mensen kunnen zichzelf heel erg goed ontwikkelen. En ik weet zeker dat jullie dat ook zien als je op primair onderwijs, voortgezet onderwijs lesgeeft. Er zit veel in kinderen. En dat is ook een beetje wat in het filmpje zat. Wat wij in het onderwijs doen, is dat we kinderen dingen afleren. We leren ze wat niet mag. En ja, het is super, super jammer, want daarmee haal je heel veel weg. Dus van reproduceren moeten we naar creativiteit, ondernemerschap, samenwerken. Dat zijn ook de competenties die echt gevraagd worden en daar krijg je banen mee. Dus van wat men moet leren naar wat men wil weten, kennen, kunnen enzovoort. Bijna de laatste slide. Nou, POVO, essentieel, daar begint het. Ik vind dat daar veel meer contact zou moeten zijn tussen die buitenwereld en het onderwijs. Jonge kinderen zeiden, ja,
ik vind het onbestaanbaar dat je zo weinig van bedrijven van binnen ziet als kind. En dat bedoel ik niet kinderen van 8, 9, maar zeg maar zo richting de bovenbouw van het basisonderwijs. Die moeten gewoon in bedrijven kunnen kijken. Want dan snappen meisjes dat ICT in de zorg super interessant is. Want dan kun je datgene doen wat meisjes vaak ambiëren. Dat is iets met zorg of weet ik niet wat. Maar als het dan om IT gaat, van nee, dat is techniek. Maar als je techniek kan toepassen in een situatie waarin juist het beroepsbeeld wat je hebt kunt vormgeven, dan is IT in één keer wel interessant. Goed, nou ja, ik heb al gezegd, er kan veel meer dan wat er vanuit beleid wordt afgekaderd. Je kan zelf daarin de stappen zetten en dingen doen die misschien je nu niet zou doen, omdat je heel erg aan de regeltjes houdt. En onderwijs is gewoon een prachtvak. Dus het is ondenkbaar dat je daar geen mensen voor zou kunnen vinden. Nou ja, goed. Ik hanteer al een aantal jaren, en dat is echt al vanuit de jaren 80 zelfs, heb ik dat ooit in het Verenigd Koninkrijk opgedaan. Een hele grote presentatie en het motto daar was: if we don't create change, change will create us. Of anders gezegd, als je niet zelf actief probeert om iets in die veranderende wereld te doen, ja, dan word je uiteindelijk door die veranderende wereld gestuurd en houdt het een beetje op. En eigenlijk zou iedereen een beetje die mentaliteit moeten hebben van Pippi Langkous. Jullie kennen die vast. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, dat is een motto wat denk ik heel goed past, ook om te proberen mensen van buiten naar binnen te krijgen. En daarmee ben ik aan het eind van mijn presentatie. Mooi. Heel erg bedankt voor die aandacht. En nou ja, goed. Je weet nu dat je via CICT in ieder geval mij kunt vinden. We reageren altijd op mails binnen 24 uur. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Nou, dank je wel, Louis, voor deze inspiratie. Want ik merk dat je ook bij mij het een en ander in beweging hebt gezet als het gaat over anders kijken naar onderwijs. En ook op een andere manier onderwijs positioneren in de maatschappij. En doordat ICT zo verweven is met het onderwijs, is dit een heel mooi voorbeeld. En eigenlijk ook een oproep aan het onderwijs om ook het onderwijs te laten verweven met de maatschappij. Nou, als we die boodschap nou eens meenemen met elkaar, dan kan ik het zomaar voorstellen dat er hierboven ook wat radertjes aangaan. En dat er mensen zijn die graag nog verder willen spreken over dit onderwerp. Nou, dit kan, want straks vervolgen we met een aantal deelsessies. En één daarvan zal jij ook voorzitten. En het fijne is dat mensen dan hun persoonlijke of hun eigen wereld mee kunnen nemen in jouw verhaal. En wellicht kan je ze dan ook nog voorzien van de enige wat tips. Nou, laten we van Pippi Langkous overschakelen naar iemand heel anders. En dat is naar Hans Zwart. Hans Zwart zit inmiddels naast mij en hij is beleidsadviseur en actief voor arbeidsplatform PO, Voyon en SOM. En er zijn twee verkenningen verricht en wij zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten van deze verkenningen. En die verkenningen hadden als volgt het thema: werking van regionale loketten en samenwerking van RAP-regio's en andere regionale samenwerkingsverbanden. Dus ook daarin zie je alweer een klein beetje het uitzoomende effect en vooral wat dat dan van consequenties en betekenissen heeft voor ons. Nou, laten we vooral luisteren naar de lessen die we daaruit kunnen leren en laten we die ook vertalen naar onze eigen situatie. Hans, zou jij ons daar meer over kunnen vertellen? Zeker weten, Michel. Ik hoop niet dat de overgang van Pippi Langkous naar Hans Zwarts een te grote trendbreuk wordt. Dat denk ik ook niet. Ik heb ook wel bevlogen verhaal net van de vorige spreker. En ik zag wel een heleboel dingetjes waar ik wel een brugje met mij naar mijn eigen presentatie zou kunnen leggen. De RAP-verkenningen. Ik heb die inderdaad namens de fonds arbeidsmarktplatform PO, Voyon en SOM uitgevoerd. Dat heb ik gedaan met collega Lisbeth Ellenbroek. Die zien we zo meteen ook terug in de deelsessies die over de verkenningen gaan. Het was heel leuk om te doen. We hebben ongeveer 2 maanden eraan besteed om beter in beeld te krijgen hoe het met deze thema's gaat. Waarom hebben we dat gedaan? Dat is het eerste waar ik het over ga hebben. De aanleiding voor deze verkenningen. Dan vervolgens hoe we ze hebben aangepakt.
En dan de oogst van de twee verkenningen die worden besproken. En ik heb het daarna nog even over het vervolg. Hoe gaan wij hier verder mee? De aanleiding. Wij natuurlijk in opdracht van OCW ondersteunen wij de regio's bij de regionale aanpak personeelstekort. Daarvoor regionale aanpak lerarentekort. En voor het PO daarvoor ook nog het regionale transfercentrum. En ja, het is weer een goed moment, denk ik, om de thermometer te steken in de samenwerking in de regio. Hè, om te kijken van wat kunnen we daarvan leren en wat kunnen we van die kennis delen met de regio's. Daar hebben we deze twee thema's voor opgepakt. De ene is inderdaad de werking van de regionale loketten. En dan vooral ook hoe effectief kunnen ze nu al zijn, zou ik bijna zeggen, bij plaatsing van kandidaten die belangstellingen hebben voor het leraarsberoep. Maar niet te vergeten ook de andere onderwijsberoepen van schoolleider of ondersteuner. En de andere verkenning gaat over samenwerkingsverbanden in de regio die relevant zijn voor de onderwijs-arbeidsmarkt. Denk aan de partnerschappen samen opleiden en professionaliseren. Denk ook aan sterk techniekonderwijs. En zoals we straks zullen zien, zijn er al meer samenwerkingspartners in de regio die relevant kunnen zijn. Mede aanleiding voor deze verkenning is ook het advies van Merel van Vroonhoven. Die aangaf, er is een hele lappendeken van samenwerkingsverbanden in Nederland. En denk ik sowieso wel nuttig om te kijken, van, hoe zouden die beter kunnen samenwerken. En misschien doen ze dat ook al. Kom ik zo meteen op terug. Dus per verkenning kijken we, wat zijn succesfactoren, wat zijn aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling. En wat zijn de concrete aanbevelingen? Die zijn nog voorlopig, want ook de sessies straks zijn nog onderdeel van deze verkenning. Maar daar kom ik straks op terug hoe we daar vervolgens met die oogst omgaan. De aanpak van de verkenningen. We hebben een desk research gedaan. Dat heeft mijn collega Liesbeth voor een groot deel gedaan. Zij heeft de plannen van aanpak van de RAP allemaal bekeken op deze twee thema's. In hoeverre zijn die daarin herkenbaar aanwezig in de vorm van concrete activiteiten. En ze heeft de verslagen van voortgangsgesprekken die OCW inmiddels met bijna alle regio's heeft gevoerd, bekeken hoe het staat met de regionale loketten en met de samenwerking met de andere samenwerkingspartners in de regio. En wat ik heb gedaan is gekeken naar alle websites die er al zijn, die al online zijn van de verschillende regionale loketten. Van, wat bieden die websites nou eigenlijk? Wat zijn daar de functionaliteiten van? Daarna hebben we een aantal groepsgesprekken ingepland. En daar hebben we gekeken, zal ik maar zeggen, naar de breedte van de regio's. We hebben bewust, zal ik maar zeggen, bekende, succesvolle regio's geselecteerd. Maar ook regio's die nog maar aan het begin staan van hun ontwikkeling. En we hebben natuurlijk ook nog een goede regionale spreiding. En spreiding naar stedelijk en landelijk gebied proberen te realiseren. Het zijn gesprekken die vaak, en dat is ook wel een van de uitkomsten van deze verkenning, in heel veel regio's wordt er samengewerkt tussen RAP-regio's met het regionaal loket, maar ook tussen de verschillende sectoren, POVO en MBO. En op als jullie meekijken, kun je zien welke variëteit er dan zichtbaar wordt. Dus in enkele regio is alleen maar sprake van PO, maar in veel regio's is er ook sprake van een combinatie van sectoren. De verkenning regionale loketten, de werking daarvan. Laten we eens inzoomen op de opbrengsten daarvan. Wat was nou eigenlijk de doelstelling? Ik heb net eigenlijk al kort gezegd, verkennen van de werking van de regionale loketten. Hoe functioneren ze nu en ook hoe zijn ze nu al effectief waar het gaat om het plaatsen van de kandidaten. Het begint natuurlijk met belangstelling en het bezoeken door belangstellenden van de website. Maar via die andere functies van het loket kan het uiteindelijk uitmonden in een concrete plaatsing bij een school. Ik heb eerst wat feiten en cijfers op een rijtje gezet van hoe zit het nu met die regionale loketten. Dan zien we dat er in 37 regio's PO die zijn, die hebben al een regionaal loket. Zelf of in gezamenlijkheid, dat laatste komt vaker voor. 5 in het PO, daar is het regionale loket nog in oprichting. En bij VO-MBO zijn dat 22 regio's waar al een loket is. En 4 waar het nog in oprichting is.
Nou, dit plaatje geeft die diversiteit aan. Hè? Er zijn zo'n 9 regio's voor alleen PO. En als je het plaatje doorkijkt, dan zie je dat ook meerdere PO-regio's samenwerken. PO en VO en MBO samenwerken. Maar er ook vaak ook weer meerdere regio's uit die verschillende sectoren die samenwerken in één regionaal loket. Het derde plaatje, ja, dat gaat over die functionaliteiten. Hebben we ook voor PO en VO uitgesplitst. Wat leveren de websites van de regionale loketten op dit moment al? Alle loketten leveren, en dat is ook bijna wel logisch, informatie over het beroep, over het leraarsberoep, maar soms ook over de andere onderwijsberoepen van schoolleider of ondersteuner. Ook een ruime meerderheid, meer dan 80% van de regio's, heeft een loket waar een helpdeskfunctie is, waar belangstellenden zich kunnen melden via de mail of telefonisch met concrete vragen. En iets meer dan de helft, wat meer in PO dan in het VO, daar worden ook direct vacatures op de website van het regionale loket geplaatst. Hè, en de andere, daar blijft het vaak nog beperkt door een verwijzing naar de schoolbesturen die deelnemen. Waar je dan daar eventueel vacatures kan vinden. De reden daarvoor, daar kom ik zo meteen nog wel op terug. En er zijn ook regio's, en dat zijn vaak regio's die al langer samenwerken. Ik noem de regionale transfercentra, die natuurlijk ook al van een jaar of 7, 8 geleden zijn gestart. Waar ook de begeleiding van de belangstellende, de kandidaat, naar een plek onder het takenpakket van het regionale loket valt. En dat noem ik dan maar onder de verzamelnaam loopbaancentrum. He, die bieden ook trainingen, informatieavonden, et cetera aan. En dan zijn er een aantal, dat is vooral in PO, die ook de rol van vervangingspool hebben. Voor vervanging bij ziekte van docenten in het PO. He, waar het eigenlijk vanaf de eerste dag zou moeten gebeuren. Maar waar de knooppunten op dat gebied al behoorlijk groot zijn. Daar kom ik zo meteen op terug. Dit even wat betreft de feiten en cijfers. Als we nu naar het algemene beeld kijken van het regionaal loket. Wat ik al aangaf, ja, bij de meeste RAP-regio's is het regionale loket operationeel. En wordt er zowel bij de inrichting als de samenwerking is er samengewerkt met andere regio's en ook sectoroverstijgend. En we hebben gezien behoorlijke verschillen waar het gaat om die functionaliteiten. Dat heeft denk ik ook te maken met de ontwikkelingsfase van de regio. Je ziet regio's die al lang samenwerken. Sommige hadden eigenlijk al een regionaal loket, want die hadden al een vacaturesite, die hadden al een loopbaancentrum, et cetera. En er zijn ook regio's die niet aan de RAL meededen, maar nu pas aan de RAP. En ja, die staan natuurlijk nog in de beginfase van de ontwikkeling. Dat is ook nog zichtbaar bij het regionale loket. Wat ook in de groepsgesprekken vaak hoorde is, de urgentie wordt vaak nog niet gevoeld. En dat is met name zo in het landelijk gebied. Daar is nog geen sprake van grote tekorten bij reguliere formatie. Maar wat je wel overal ziet is dat in het PO het een probleem is om vervangers te vinden. En in het VO is met name bij specifieke tekortvakken. Techniek is in de gesprekken vaak genoemd. Maar misschien ook wel omdat een van de thema's sterk techniekonderwijs was. Maar ook andere vakken, de talen, klassieke talen, scheikunde, natuurkunde, wiskunde. Dat zijn ook vakken waar zeker in de grote stad nu al sprake is van tekorten. Of er ook een fysiek bezoekadres is voor een regionaal loket, dat hangt ook van die functionaliteiten af. Hè. Wanneer ook die rol van loopbaancentrum al duidelijk in beeld is, zie je ook dat daar op locatie activiteiten plaatsvinden of dat activiteiten vanuit het fysieke bezoekadres plaatsvinden. Dus wat je ziet is, nu is die meerwaarde al, ook voor mensen die voor de opleiding willen kiezen, waar het gaat om het regionaal loket als vindplaats voor informatie over de onderwijsberoepen en de verschillende mogelijke opleidingsroutes. Dat kan zijn zijinstroom, verkorte deeltijd of andere varianten die worden aangeboden door de opleidingen dan wel via opleiden in de school worden aangeboden. Als we nu kijken naar echte succesfactoren, een aantrekkelijke, vindbare website. We hebben ook een professionele website die ook heel goed mensen doorgeleidt naar de goede plek. Ja, dat is een belangrijke succesfactor.
We zien dat die bovenregionale en sectoroverstijgende samenwerking is ook, zie ik ook als een succesfactor. Het is natuurlijk efficiënt om als meerdere regio's en ook sectoroverstijgend samen te werken, dat is één. Maar je kan ook de verbindingen leggen tussen de verschillende beroepen. De docent voortgezet onderwijs, docent en leraar basisonderwijs. Dat is ook al aan de voorkant. Die keuze wordt opengelegd voor de belangstellenden en de kandidaten. Wat een succesfactor is, is ook regio's die al een goed beeld hebben van de verwachte tekorten. En in VO vooral per vak. Dat hebben ze, sommigen hebben het gedaan via strategische personeelsplanning. En met behulp van het scenario-model en de SPP-module die door Voyon en het arbeidsmarktplatform PO worden aangeboden. En dat geeft ook beter zicht op waar de ruimte gaat ontstaan voor nieuwe instroom. En op welk moment. En wat ook een succesfactor, ik heb hem eigenlijk al genoemd, maar waar al langer is wordt samengewerkt. Ja, dan kun je voortbouwen op bestaande samenwerking, activiteiten. En ik had dat voorbeeld van de regionale transfercentra genoemd. En dat is ook wel een plus als je vanuit die basis kan doorwerken aan een effectief regionaal loket. Aandachtspunten of zo u wil knelpunten. Ik heb het net al genoemd, hè, de urgentie, zal maar zeggen, de druk van de tekorten, die wordt op heel veel plekken nog niet gevoeld of nauwelijks gevoeld. Hè, de G4 en Almere zijn daar duidelijk uitzondering op. De vervangingsproblematiek in het PO die is wel al duidelijk aanwezig. En wat ik net zei, bij tekortvakken in het VO en MBO zie je ook buiten de grote steden dat daar al tekorten ontstaan. Wat ook wel een knelpunt is, ik noemde het net als een goed voorbeeld. Regio's die een strategische personeelsplanning samen hebben gemaakt en een goed beeld hebben van verwachte tekorten, niet alleen op korte, maar ook op middellange termijn. Er zijn veel regio's die dat beeld nog niet hebben. En dat betekent vaak dat niet alleen sprake is van voldoende ontbreken van urgentie, maar dat die cijfers die bevorderen ook wat urgentiebesef bij regio's, wat soms nog niet aanwezig is. Wat in heel veel regio's is genoemd, dat is niet eigenlijk een direct element van het regionaal loket, maar wel indirect, zijn de kosten van zij-instromers. Want degenen die zich melden bij de loketten zijn heel vaak mensen die belangstelling hebben voor zij-instroom. En regio's die noemen dat wel als een knelpunt. Dat is een relatief dure optie voor schoolbesturen vergeleken met verkorte deeltijd. En daarachter ligt ook wel de vraag, wat gebeurt er na de RAP? Nu wordt de RAP gebruikt om een deel van de begeleidingskosten, werd in de vorige bijdrage ook al genoemd. Goede begeleiding van zij-instroom is hartstikke belangrijk, maar vraagt ook een behoorlijke investering. Bijvoorbeeld daarbij is de vraag van hoeveel tijd neem je voordat je inderdaad een zij-instroomkandidaat zelfstandig voor de groep zet. Dat zijn allemaal elementen die ook invloed hebben op de kosten. Wat ook wel een punt is, zeker waar het gaat om schoolleiders, dan merken we dat die toch nog weinig weet hebben van betrokken zijn bij de RAP. Terwijl schoolleiders natuurlijk gewoon een sleutelrol fungeren, zullen we zeggen, als direct leidinggevende van docenten en van docententeams. Dus daar zou nog een verbetering kunnen ontstaan. En wat betreft bestuurders zien we wel een wisselend beeld. Bij sommige regio's staan ze op afstand. En is operationeel vooral de HR aan de beurt waar het gaat om de verdere ontwikkeling. En dus daar kan ook nog wel een slag worden gemaakt. En wat ook een indirect punt is, maar wat ook heel veel is genoemd, is dat we in deze periode ook natuurlijk met corona te maken hebben gehad. Dat heeft het soms ook lastig gemaakt om, dat heeft ook sowieso tot vertragingen gezorgd. Maar zo nog de samenloop met extra hulp voor de klas en het Nationaal Programma Onderwijs. De gouden tips. Kijk vooral naar de ontwikkelingsfase waar je in zit, bij de keuze van je activiteiten. Maak een SPP en heb niet alleen aandacht voor leraren, maar ook voor schoolleiders en ondersteuners. En dat kan natuurlijk ook een manier zijn van anders organiseren van onderwijs, wat een deel van de oplossing van tekort zou kunnen zijn. Ik begrijp uit non-verbale signalen dat ik wat tempo moet maken, ga ik het niet doen. Ja. Samenwerkingsverbanden in de regio, dat gaat over de samenwerking vooral met partnerschappen, samen opleiden, professionaliseren en de STO-regio's. Sterke techniek onderwijs bij aanpakken van de tekorten. Dit plaatje geeft wel een beetje, waar Merel van Vroom het over een lappendeken had, dit plaatje geeft daar een beeld van. Ik ga gauw
gauw door. Het algemene beeld van de samenwerkingsverbanden. Vaak is er nog weinig weet van elkaar. Of zit de samenwerking nog in een verkennende fase. En waar men niet weet heeft van deze partnerschappen en de STO's regio's, is er ondertussen wel samenwerking met opleidingsscholen. Dus, en met de PABO's en de leraaropleiding. Soms is er ook sprake van enige naamsonbekendheid. Zeker in VO en MBO, voorbeeld Noord-Holland Noord, is er wel al sprake van intensieve samenwerking met deze samenwerkingsverbanden. En waar werd genoemd, zo te zeggen, andere samenwerkingsrelaties, is meerdere malen genoemd het UWV. Maar zijn ook de ANO-fondsen van andere sectoren relevant? Nou ja, goed, daar hebben we net een goed voorbeeld van gehoord vanuit ICT. Successen? Nou ja, stem regelmatig af als RAP-regio's met die andere samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden en zeker samen opleiden, die zijn natuurlijk een hele belangrijke verbindende factor tussen het scholenveld en de opleidingen. Dus benut dat. En ja, dit sluit ook wel aan bij het vorige verhaal van out of the box, anders organiseren, innoveren, naar buiten toe. He, volgens mij, als je beter als RAP-regio's gaat samenwerken met samen opleiden en STO, dan biedt dat legio mogelijkheden om de innovatiekrachten versterken. Nou, daar zijn voorbeelden van, die ga ik niet meer allemaal noemen. En ja, op die manier, via opleiding en school, zijn er ook veel meer mogelijkheden om in de opleidingsroutes maatwerk te bieden. Ik ben nu bijna rond. De knelpunten, samenwerkingsverbanden, nou ja, het heb ik al genoemd. Weinig, bij sommige regio's nog weinig bekend en weinig verbindingen. En projecten die nog te veel op eilandjes fungeren. Apart punt is de kleine besturen die heel vaak niet of in een lichte vorm verbonden zijn aan de partnerschappen samen opleiden. En de lappen deken net gezien, de regio's sluiten vaak niet op elkaar aan. Maar eigenlijk moet je daar niet aan laten misleiden en gewoon uitgaan van de vraag van waar heeft de activiteit, wie hebben we nodig bij een activiteit en ons daar niet te laten leiden door bepaalde grenzen van regio's. Dus de aanbevelingen zijn hier, agendeerde samenwerking, deelkennis en expertise. Maar gebruik van het bestuurlijk netwerk, want vaak zijn bestuurders zowel in samen opleiden als in RAP vertegenwoordigd. Dus dan is die verbinding toch wel beter te leggen dan nu vaak nog gebeurt. En ja, kleine besturen die kunnen wel degelijk aan samen opleiden meedoen. Een voorbeeld daarvan is Wassenaar, waar ze een convenant hebben gesloten als eenpitters. En op die manier toch hierin participeren. Alles overkoepelend zijn aanbevelingen voor het loket. Ja, nogmaals, breng je tekort in beeld. Of je dat nou met regionale SPP doet of anders. Hè, dat geeft een veel beter beeld van waar de behoefte aan is nu en in de toekomst. Bouw het loket stapsgewijs uit. Hou rekening met de ontwikkelingsfase en de urgentie. Heb nu al aandacht van die volledige werknemersreis. Van het moment dat iemand de website bezoekt van het regionaal loket tot met de plaatsing bij een school. Samenwerkingsverbanden, ja, ga vooral het gesprek aan. Sowieso het gesprek aangaan, elkaar ontmoeten is vaak de basis, zeggen, de vertrouwensbasis. Dat levert het draagvlak voor samenwerking. We benutten innovatiekracht door met andere samenwerkingsverbanden samen te werken. Ook hier begin klein en bouw de samenwerking samen uit. En vergeet vooral ook niet UWV en bedrijfsleven als belangrijke samenwerkingspartners in de regio. Vervolg. Nou, wat al is aangekondigd zijn twee deelsessies. En wat ik aan het begin zei, die zijn ook nog onderdeel van deze verkenning. Die twee deelsessies gaan we nog een keer in gesprek. Ook aan de hand van met de sprekers vanuit de praktijk. Wij willen de oogst van de verkenningen samenvatten in twee effecties. En die proberen we zo snel mogelijk na deze sessie te vervolmaken. En waarschijnlijk gaat het ook mee in de informatie die alle deelnemers nog krijgen toegezonden na afloop van deze bijeenkomst van vandaag. Mooi. Nou, heel verhaal. Hartelijk dank voor uw aandacht. Ja. Ja.
Terwijl die aandacht nog niet voorbij is, want straks in die deelsessies kunnen mensen nog verder praten. Ja. En ik denk dat het dan ook mooi is om vooral ook de verbinding te leggen met je eigen situatie, in je eigen regio. Ja. Want er is zoveel informatie nu gedeeld en zoveel tips en valkuilen ook besproken, dat ik me kan voorstellen dat het even moet landen. Nou, dat kan, want we gaan zo dadelijk verder met 3 deelsessies. En daar heeft u al een keuze voor kunnen maken. Daar heeft u in de aanmelding al een reactie op gehad om straks die andere link te gaan gebruiken. Dat is dus een andere verbinding als deze, behalve voor 1, en dat is de binnenkring-buitenkring. En dat gesprek zal plaatsvinden met 2 bestuurders die samen met mij in gesprek gaan over het HRM-beleid in dit geval. Maar stel je nou voor dat je denkt, nee, het verhaal van Hans, dat moet ik echt nog even horen. Of wil je juist meer weten over die ICT-branche en op welke wijze zij die verbinding hebben gemaakt met het personeelstekort terugbrengen. Dan zou ik zeggen, dan moet je bij Louise Spaning zijn. Dat kan. Dan zou je via de chat, maar dan moet je heel even een berichtje aan Tessa adresseren. En zij zal je dan indelen bij de groep, de deelsessie naar keuze. Ik zelf zal dus zo dadelijk deelnemen aan de binnenkring-buitenkring. Door omstandigheden, in eerste instantie zouden we met 3 bestuurders zijn, zijn dat er 2. MBO-bestuurder Jan-Jacob van Dijk kon helaas door privéomstandigheden niet aanwezig zijn. Dan zal het tegen 3 uur zijn dat we afronden. Dan strekken we even de benen en dan kan iedereen nog heel even met zijn neus omhoog de zon aanraken. Of vervolgens weer om 3:15 verder te gaan. En dan zien wij elkaar weer in deze setting met een lezing van Patrick Kenis. Voor nu wens ik u een prettige voortzetting van het programma. U gaat nu vanzelf wisselen als het goed is. Tenzij u blijft bij ons, dan zie ik u zo dadelijk terug in de deelsessie. Fijn dat u weer aangehaakt bent. Ik vertelde al heel kort in mijn inleiding dat ik zelf als lerarenopleider actief ben, ook binnen VELON. En daar zie ik dat de flexibilisering van de lerarenopleiding steeds dichterbij komt. En het bestuursakkoord heeft ook de flexibilisering in gang gezet. Dat heeft natuurlijk wel wat consequenties voor het opleiden en voor het modulair werken. Want je zult dus gedifferentieerd een programma moeten aanbieden. Dat maatwerk zorgt ervoor dat er meer toeloop komt richting leraren. En dan is de vraag wel aan ons, hoe houden we die leraren dan vast? Hoe zorgen we er nou voor dat we die
die uitstroom tegengaan? Welk verwachtingsmanagement hoort daar een beetje bij? En welk HRM-beleid past daarbij? Nou, naast een kwantitatieve instroom is dan ook de kwaliteit van belang. Dus hoe houden we voldoende en gekwalificeerd personeel vast? Nou, wij zitten hier in een gezellige tv-setting samen met Nelson bij het AOB-gebouw. En wij gaan zo dadelijk als een vorm van een binnenkring met elkaar in gesprek. Maar jullie vanuit de buitenkring kunnen ook deelnemen. En dat kan door vragen te stellen in de chat. Maar het kan ook zijn dat je vastgepind wordt. Ik kende dat werkwoord zelf niet. Maar dan kan het ook zo zijn dat u fysiek ook echt in beeld komt. En dan kunt u uw vraag stellen en kunnen we met elkaar in gesprek. Nou, wie gaan er dan met elkaar in gesprek? Dat zijn twee bestuurders. Frank Tigges, PO-bestuurder van Stichting Klasse. En Stan Poels, VO-bestuurder van de CVO-groep Oost-Utrecht. Ik gaf net al aan dat Jan Jacob van Dijk, MBO-bestuurder, helaas afwezig is. Daarnaast hebben we op afstand nog Tini Rompen en Jacques de Bruin als stand-by staan. Zij zullen de chatberichten monitoren en tussentijds ook aangeven van dat er vragen binnen zijn gekomen en dat mensen graag een vraag willen inbrengen. Die mogelijkheid is er. Dus ik heb begrepen dat er gezwaaid wordt naar mij als dat het geval is. En dan krijgt u ook de ruimte om mee te praten vanuit de buitenkring. Nou, laten we eerst eens even met een voorstelrondje beginnen. Dat doen we kort en krachtig een minuutje. Om in ieder geval ook de context van je werkveld te schetsen. En dan wilde ik je graag het woord geven. Dankjewel. Nou, ik ben Frank Tigges, ik ben bestuurder van Klasse, je zei het al. Klasse, een van de leukste onderwijsbesturen van Nederland. Hè. We zoeken nog mensen, dus meld je. Lerarentekort. Daar kom ik zo op. We hebben 17 vooral basisscholen in de regio Gouda, Woerden en alles wat daartussen zit. Mm-hmm. 1 SBO-school en 1 SOVSO-school. Ik ben nu zelf 9 jaar werkzaam bij Klasse, heb daarvoor ook in andere sectoren gewerkt. Misschien wel interessant ook voor deze discussie. Tijd in de gezondheidszorg en een heel klein uitstapje naar het bedrijfsleven. Mm-hmm. En Klasse is echt een ontzettend leuke club, maar daar ga ik straks meer over vertellen. Hoe we dat ook vertalen naar ons personeelsbeleid. Nou, je hebt me nieuwsgierig gemaakt. Ja, dat is ook de bedoeling. Aha, ik had al zo vermoeden. Maar ja, aan de andere kant, een VO-bestuurder. Stan Poels, bestuurder van de CVO-groep Zuidoost-Utrecht. Dat is hier in de buurt, het gebied tussen wijkbeduursteden en De Bilt. Mm-hmm. We hebben een scholengroep van 6 scholen voor voortgezet onderwijs. Ongeveer 4500 leerlingen. Dat is een heel mooi aantal, vind ik. En we hebben 1 VSO-school voor speciaal onderwijs. We hebben ongeveer 550 medewerkers. En daarmee zijn we in de regio in ieder geval verreweg de grootste scholengroep voor voortgezet onderwijs. Ik doe dit nou een jaar of 11. En hiervoor heb ik in de zorg gewerkt. Ik ben ook heel lang ambtenaar geweest bij diverse gemeentes. Dus dat ben ik. Dankjewel. Zorg is een gemeenschappelijke delen naast het onderwijs. En dat is mooi om te horen. Maar ja, we zitten weer hier bij elkaar, eigenlijk ingegeven door een knelpunt. Voldoende gekwalificeerd onderwijs behouden met elkaar. En wat verstaan we dan onder een strategisch personeelsbeleid? Want dat is dus eigenlijk wat ons bindt nu. En hoe gaan jullie als bestuurders daarmee om in je organisatie? Wie mag ik het woord geven? Nou ja, laten we elkaar maar vooral aanvullen. Hè? Want ik denk dat het ook leuk is om daar een beetje dynamiek in te houden. Ja. Kijk, wij proberen vooral te werven, te behouden en door op te leiden. Dat is een beetje onze visie. En wij werken ook vanuit die visie. Vanuit de klassevisie, waarin we gaan voor goed onderwijs. Dat is natuurlijk niet onderscheidend, hè? Maar wel vanuit een aantal waarden waar we in geloven. En onze waarden zijn dan samen. Hè? Wij geloven heel erg in samen. Nou, dat is ook een belangrijk onderwerp als het om personeelstekorten gaat. Of het voorkomen daarvan. Professioneel, ambitieus en nieuwsgierig. Maar dat samen, dat is eigenlijk wel de kern. En wij vinden continu ontwikkelen ongelooflijk belangrijk. He, dus het prikkelen van de nieuwsgierigheid, maar het blijven prikkelen van de nieuwsgierigheid. En bij klassen krijg je ook altijd de ruimte om je continu te ontwikkelen als leerkracht. Maar ook als je verder de diepte in wil als expert, als intern begeleider of als schoolleider. Kan je een voorbeeld geven van dat doorontwikkelen? Want dat noemde je nou 2 keer. Van dat daarin... Daarin maken jullie het verschil, geef je aan. Kan je een voorbeeld noemen, een concreet voorbeeld van een leraar? Dus bij
bij alle leraren die we elk jaar binnenhalen, dan hebben we ook een aftrap met die nieuwe mensen. Om ze vanuit het bestuur, maar ook vanuit het stafkantoor welkom te heten bij ons als werkgever. Duidelijk te maken wat ze van ons kunnen verwachten, hè, en ook zelfs mogen eisen. Ze moeten ook ons scherp blijven houden. Wat wij van hen verwachten. En daar continu het gesprek over aan te gaan. En dan bieden we ze dus ook meteen al die ontwikkelmogelijkheden. En dat is voor iedereen natuurlijk verschillend, hè. Sommigen willen vooral een hele goede leerkracht zijn en worden en blijven. Mm. Nou, dat is prachtig, want we hebben natuurlijk zoveel mogelijk mensen voor de klas nodig. En dan kunnen ze bij ons bijvoorbeeld taalexpert worden of rekenexpert worden. En we hebben allerlei netwerken door het hele bestuur heen. We proberen echt die scholen met elkaar te blijven verbinden. Daar zit ook de toegevoegde waarde van het bestuur. En zo proberen we die mensen mooie kansen te bieden eigenlijk. Is het dan ook zo dat de rekenexperts in dit geval van die 17 scholen, dat die elkaar dan ook bezoeken? Zeker. Of met elkaar optrekken? Heel erg. Ja. Oké, okay, dus die regionalisering, dus buiten de muren van je eigen schoolgebouw kijken. Precies. Dat stimuleren jullie? Dat stimuleren we enorm, ja. Nou, laten we even kijken hoe dat in het VO is. Dan. Nou, we stimuleren het wel, maar het is hem wel een aandachtspunt, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik vind strategisch personeelsplanning ontzettend ingewikkeld woord. Ik kan er ook niet zo heel veel mee. Hè. Dus als wij proberen het in stukjes te hakken, dan zeg ik, we proberen instroom te realiseren. Hè. Daar kom ik zo even op te op. Hè. Hoe doen we dat dan? We hebben doorstroom, hè, binnen de scholen, tussen de scholen, wat jij in feite ook noemt, promotie. Ja, en dan gaan ook mensen weg, hè, uitstroom. En dat kan positieve uitstroom, dat kan negatieve uitstroom zijn. De totale optelstroom is ongeveer wat je per jaar wil binnenhalen. Nou, ik vertel dat wij ongeveer 550 medewerkers hebben. Nou, per jaar gaat er toch wel eens zo'n 70 of 80 gaan er weg en komen er weer zo'n 70 à 80 komen er voor terug. Dus die instroom is voor ons verschrikkelijk belangrijk. Nou, twee dingen zijn van belang. Je moet een beetje een leuke werkgever zijn. Hè? Ik bedoel, tuurlijk, waarden en normen, hè, zijn belangrijk, maar het is vooral ook belangrijk dat je een leuke school bent, dat je een leuke werkgever bent. Dus wat ik belangrijk vind, leuke schoolgebouwen, leuke collega's, moet er een beetje netjes uitzien. Goede arbeidsvoorwaarden, mens moet het idee hebben dat ze welkom zijn en zich welkom voelen. Dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Doorstroom, ja, dat is eigenlijk wat jullie ook tegen elkaar zeiden. Dat is in het voortgezet onderwijs wel een dingetje, hoor. Ik bedoel, die voortgezet onderwijsscholen zijn natuurlijk veel groter, hè, over het algemeen. Ik heb een school met 1600 leerlingen en 150 medewerkers. Dat is de samenleving van zichzelf. Ja, ik ben al blij dat er mobiliteit is tussen binnen die school, zal ik maar zeggen. Dus ik heb niet zo'n heel veel pretenties over wat er... maar ik ben al heel blij als die school zijn misschien is dat wel een verschil van POVO, dat de schoolmuren daar wat kleiner en wat dichter bij elkaar staan, waardoor er ook binnen dat bereik in zo'n VO-school ook veel meer mogelijk is. Ja. Ook qua differentiatie aan zich. Ja. Ja, die grote scholen hebben natuurlijk alles. Die hebben een zorgteam, die hebben ICT-coördinatoren, die hebben zelfs binnen de conciergerie hebben ze nog verschillende functies waarin ze kunnen doorgroeien. Dus dat zijn kleine samenlevingen van zichzelf, zeg ik altijd. Dus daarin zie je ook wel doorgroeien en doorontwikkelmogelijkheden zeker, binnen de school. Maar wat je in het voortgezet onderwijs echt ziet, mensen voelen zich aan een school verbonden. Dus meestal als je een medewerker naar een andere school laat gaan, dan is het een moed. Dan is er een verplichting omdat iemand is vastgelopen of zo. Hè? Maar de meeste mensen kiezen voor die school, voor die identiteit, voor die leerlingensoort op die plek. Ja. Nou, als we nou eens naar de camera kijken, dan zien we dat er vanuit de buitenkring twee mensen aangehaakt zijn. Nou heb ik nog geen namen van jullie gekregen. Ik zie een meneer en een mevrouw. Mag ik mevrouw het eerst het woord geven? Dat is Tini, denk ik. Even kijken. Ik kan dat net niet lezen. Tini, kan je mij horen? Oké. Okay. En Tini, waarschijnlijk zijn er wat vragen waarvan je denkt, er is iets binnengekomen wat aansluit, wat ik graag wil delen. Helaas heb ik nog geen vraag gezien binnenkomen bij de chat. Aha, dus... dan is Jacques waarschijnlijk degene die een vraag heeft binnengekregen die aan zou kunnen haken. Nou, dat niet zozeer. Dat niet zozeer. Welkom allemaal, dat niet zozeer. Maar ik zie wel, om het balletje door te spelen, Robert Jacobs, projectleider in de regio Nijmegen, die met name zeg maar, in het VO SHRM zeg maar, de regio Nijmegen oppakt. Dat is ook een bepaalde programma aanpak vanuit de VO-raad. Dus misschien, Robert, kan jij iets vertellen of zo niet inderdaad zeg maar, wat ervaringen op dat stuk delen? Met de microfoon aan. Ik zal mijn microfoon even aanzetten. Welkom. Fijn dat ik er ook bij kon zijn. Ik ben wat later helaas, maar ik ben er dan nu.
Inderdaad, projectleider uit Nijmegen. Om even kort toe te lichten wat wij in Nijmegen doen, is dat we het strategisch HRM echt op nummer 1 zetten. Echt vertrekken vanuit een strategische personeelsplanning. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Om echt te kijken van naar de kwantitatieve behoeftes, maar ook naar de kwalitatieve behoeftes op termijn. Dus dat is een belangrijke. Ik hoorde net ook een van de bestuurders zeggen dat ze kijken naar instroom, doorstroom en uitstroom. Wat wij ook specifiek in Nijmegen doen is dat we heel erg kijken naar juist uitstroom. En dat ook goed in kaart willen brengen. En wat we zien is dat als je goed in de kaart brengt van waarom gaan mensen weg. En ook goed in de kaart brengt wat de onnodige uitstroom is. Want als je ziet naar de landelijke cijfers is dat vaak gericht op het algehele uitstroom. Maar wij willen in Nijmegen echt in kaart brengen wat is nou onnodige uitstroom. Dus als je naar een andere sector gaat of naar een andere school. Naar een andere school is dat niet zo erg. Maar als je onnodig bent uitgestroomd. Dus daar kijken we heel erg naar. En wat ik ook wel, en dat moet ik wel zeggen, een beetje van mijn eigen sausje er weer overheen te gooien, is dat je in mijn optiek ook moet proberen bij strategisch HRM-beleid een transformatie te maken eigenlijk naar een fundamenteel klantdenken. En dat je dus, en waarbij je personeel de belangrijkste klant is. En niet de leerling. En dat is soms een beetje een pittige uitspraak, ja. Maar als je personeel tevreden is, dan zijn je leerlingen ook tevreden. En dat is denk ik een hele belangrijke. En om het nog heel even als mooi voorbeeldje, heel kort, probeer ik dat even toe te leggen. Deze week had ik een gastcollege en dat was op een ROC in Nijmegen. En toen stelde ik de leerlingen de vraag, wat heeft de ROC gedaan om jou binnen te krijgen? Nou, er waren open dagen, individuele gesprekken, coaching sessies, quizzen. En toen vroeg ik het aan de docenten, wat heeft het ROC gedaan om jullie binnen te halen? En toen zei hij, nul, niks. En dat vind ik wel een belangrijke pijler als het gaat om strategisch HRM-beleid. En dat je ook moet durven die werknemer op nummer 1 te zetten. Ja. Mag ik je nog een vraag stellen? Je richt je op onnodige uitstroom. Is het dan ook zo dat je die mensen ook aanspreekt als jullie die kwalificeren als onnodige uitstroom, om ze toch weer binnen te halen? Ja, het is wel zo dat we nu bezig zijn met het onderzoek naar... we zitten nu in de beginfase. Mm-hmm. Dus we gaan eerst in kaart brengen van wat doen de scholen, of welk beleid is er als het gaat om uitstroombeleid. Dus hoe worden de exitgesprekken gevoerd? Wordt dat ook gedocumenteerd? Halen we daar ook informatie uit? En worden daar ook dan beleidscursussen op afgestemd? Okay. Dus we gaan eerst een stukje terugkijken. Ja. En dan naar de toekomst. En we gaan ook naar kwalitatieve vragen die daarachter zitten kijken. Oké. Okay. Nou, dan is het een mooi diagnose-instrument als ik het zo samenvat. Ik merk dat het beeld een beetje hapert voor ons en dat we je nu ook niet meer kunnen volgen. Dan zou ik willen voorstellen, bij deze bedankt voor je inbreng. En dan ben ik heel nieuwsgierig om even hier een reactie op te vragen van hoe dit is voor de bestuurders die hier in de studio zijn. Dankjewel. Ja, kijk, ik vind medewerker als klant zien vind ik wel een beetje ingewikkelder, maar ik snap hoe die hem bedoelt hoor, want het is inderdaad om te prikkelen. Ik denk wel dat je die medewerker heel erg belangrijk moet maken. Of die belangrijker is dan de leerling, dat vind ik nog wel een ingewikkelde, want ik denk dat dat eigenlijk niet kan en niet moet. Maar natuurlijk zonder goede leerkracht geen goed onderwijs. Hè? Dat is echt wel cruciaal. Dus het gevoel dat ze ongelooflijk belangrijk zijn, dat is denk ik wel onze opdracht. En, als je kijkt naar de keten van onderwijs, dan heb je die goede leraar nodig om goed onderwijs te kunnen creëren. Zeker. Ja. Ja. Dat is een mooie. Nou, hoe is dat voor VO? Ik vond de term onnodig uitstroom wel mooi. En dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè? En waar ik zelf het meeste van baal, echt van baal, is als mensen uitstromen. Met name de beginnende docenten. Hè? De mensen die nog niet zo lang bij hun dienst zijn. Inductieproces. Hè? Dus dat die mensen weggaan omdat ze het idee hebben dat ze onvoldoende begeleid zijn. Onvoldoende ondersteund zijn. Ja, dat is echt onnodige uitstroom. Ja. Daar baal ik verschrikkelijk van. Ja. Wij als scholengroep, wij zijn ook opleidingsschool. Hè? We combineren ook al die taken. Wat we echt proberen is die beginnende docent, dat kan een zij-instromer zijn van 55, kan een jonge man zijn van 24, om die heel goed te begeleiden. Dus ik begrijp de term onnodige uitstroom ontzettend goed. En als we erin zouden slagen
om die te halveren of tot een kwart terug te brengen, ja, dan zouden we al een deel van het leraartekort, personeelstekort, zouden we hebben getackled. Ja. Hè? Want uit de cijfers blijft natuurlijk al heel lang dat een te groot deel van de beginnende docenten uitstroomt, omdat ze het idee hebben dat ze niet goed begeleid zijn, dat de werkdruk te hoog is, nou ja, dat de balans privé en zakelijk niet meer... verwachtingsmanagement. Dus dat ik vind dat een heel mooie, onnodige uitstroom, dat zouden we eigenlijk niet meer moeten hebben, eigenlijk. En tegelijkertijd, mag ik daar reageren? Want... Kijk, ik ben het helemaal met je eens, hè. Die goede begeleiding van starters en van zijinstromers, dat is cruciaal. En ik denk dat op sommige plekken nog niet goed genoeg gaat. En dat daar inderdaad heel veel onnodige uitstroom bij ontstaat. En ook gewoon kapitaalvernietiging, hè. Want er is natuurlijk aan de voorkant heel veel ingestopt. Ja. En dan binnen 1-2 jaar gaat het al mis. Dat moeten we voorkomen. Aan de andere kant denk ik dat het helemaal niet zo slecht is als mensen weer een vervolgstap in hun carrière maken. En dat we in die zin ook onderwijs veel meer moeten gaan zien als een mooie stap, en dat Louis gaf het ook al aan, in het hele maatschappelijke veld. Je kan prachtig leerkracht zijn of leraar zijn in combinatie met een functie dat buiten het onderwijs. Dat zie je natuurlijk al. Mensen kiezen niet meer voor een carrière van 40 jaar in het onderwijs. Dat is niet meer. Hè? Ik spreek jonge docenten die zeggen, nou, ik doe dit 7 of 8 jaar. Dat is al heel lang trouwens. Ja. En dan ga ik eens crisis op. Misschien ga ik wel naar de ICT of zo. Hè? Dus die generatie kijken we ook steeds minder binnen. En dan ook weer terugkomen na verloop van tijd. Of dat gaan combineren. Ja. En ik denk dat daarmee kunnen we eigenlijk concluderen dat een leven lang ontwikkelen. Als we uitzoomen met elkaar. Dan is eigenlijk de boodschap. Hoe zorgen wij ervoor dat we ons personeel. En eigenlijk niet eens personeel. Maar misschien onderwijzend leraren van Nederland. Dat we die bedienen in dat leven lang leren en ontwikkelen. Ja, levensfase, bewust personeelsbeleid. En dan komt Pippi een beetje om de hoek. Ja. Van, dan kan het dus best zijn dat mensen tussen haakjes nodig uitstromen. En dan moet je dat verlies maar nemen. Mm-hmm. Precies. Maar dan moet je wel weer die creativiteit hebben om op een andere manier die mensen weer binnen te krijgen. Ja. Maar jij gaf me net in het vorige moment al aan dat nog niet zo makkelijk is bij jullie. Nee, zeker. Ik bedoel, Hans zei het ook al even, hè, dat nu de periferie het leraartekort nog niet voelt. Nou, dat is echt heel snel aan het veranderen. En ik ben ook erg benieuwd of de mensen in de chat dat kunnen bevestigen of niet. Wij zien nu voor het eerst eigenlijk dat ook wij echt een flink aantal vacatures nu op dit moment hebben voor komend schooljaar. En vorig schooljaar waren we nu bijna rond. Hè? Dan hadden we nog 1 of 2. We hebben er nu nog 10 die we er zoeken. En dat kan niet, misschien doen wij iets niet goed, maar we zetten er heel veel energie op. Ik denk dat het echt een ontwikkeling is, die nu ook wordt versterkt door corona. Ja. Door meer mensen die bijvoorbeeld pensioen hebben uitgesteld of een reis hebben uitgesteld, dat nu alsnog gaan doen. Ja. De NPO-gelden, die op zich prachtig zijn, hebben ook een neveneffect, hè, die eigenlijk het korte termijn probleem van het leraartekort alleen maar vergroot. Alleen maar vergroot, ja. Precies. Ja. Dat herken je ook, neem ik aan. Dus NPO, HRM-beleid en de nodige uitstroom die nou plaatsvindt. Je ziet dat daar nu een soort zwaartepunt. Dat is in PO het geval. Ja, zie je dat in VO ook? Ik herken het in onze regio niet, maar wat Hans ook aangaf, ik denk dat het ook sterk regionaal bepaald is. Wij zitten zelf onder de rook van Utrecht, onder de rook van de lerarenopleiding. Jonge stad, veel jonge mensen, dus. Dus wij hebben op dit moment, ik loop af hoor, en ik kijk naar het volgende schooljaar, hebben we eigenlijk geen langdurige tekorten. We hebben natuurlijk wel basisonderwijs, ons basisprogramma onderwijs plus NPO, hè, wordt wel eens onderschat, maar dat NPO is natuurlijk geweldig veel geld, maar voor een deel zal het ook informatie moeten worden. Daar maak ik me eerlijk gezegd nog de meeste zorgen om. Krijgen we dat personeel, bovenop het reguliere personeel krijgen we dat binnen, los van het feit dat we nu bij de plannen aan het maken zijn en daarna het personeel er nog bij moeten gaan zoeken. Dus in de basis hebben we het op orde voor het komende schooljaar, dus er is op dit moment geen groot tekort, maar NPO zou nog wel eens een... Wat problemen kunnen veroorzaken. Wat wel mooi is, nou kijken we heel erg naar ons eigen tokootje. Zo van, hoe heb ik het voor elkaar? Mm. Nou, en de een die voelt nou een beetje het water naar de lippen stijgen. Mm. En de ander zegt, nou, het valt wel mee. Maar als je dan gaat kijken naar een vraag van de chat, zouden jullie ook kunnen ingaan op wat er samen met andere besturen in de regio gedaan wordt? Want dat regionale samenwerkingsstuk, dat is eigenlijk ook het thema van vandaag. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat cruciaal is. Hè? En dat nog veel te weinig in het DNA van onze sector zit. Mm. Daar zit toch iets eigenwijzigs, iets van op zoek naar de autonomie.
En voor een deel is dat prachtig en voor een deel is dat echt contraproductief. Dus die samenwerking die hebben we ongelooflijk nodig. En bij die samenwerking moeten we aan koppelen dat we van die concurrentie af gaan stappen. Mm. Want dat is ook echt een ongelooflijk slechte situatie die ik van vroeger nog herkende toen ik in de ziekenhuiszorg werkte. En eigenlijk veel te veel ziekenhuizen waren. Dat moet je anders gaan creëren. Maar, en dat doe je door met je collega's in gesprek te gaan en te kijken hoe je de dingen waar je zelf te klein voor bent, die toch met elkaar kan creëren. Nou hoor ik jou, creëren. Is het een wensgedachte of doen jullie dat al fysiek? Ben je al in gesprek? We zijn absoluut in gesprek en het lastige is, dat is op heel veel verschillende plekken. Hè? En misschien moeten we daar nog eens wat aan doen. Dus we zijn bijvoorbeeld, wij hebben een strategische alliantie met de Hogeschool Leiden. En dat doen we met meerdere besturen. En daar delen we de kennis, daar maken we afspraken over inductieprogramma's. Dus dat is een heel belangrijke regionale samenwerking. Ja. We zitten in Transvita en Partners in Onderwijs. Dat is een vervangingspool die ook in de RAP-regio heel actief is. En daar wordt ook in toenemende mate kennis gedeeld. En worden de HR-mensen aan elkaar gekoppeld om samen op te trekken, om goede ideeën uit te wisselen. Okay. En ik geloof daar heilig in. Nee, dat is helemaal nog niet zo gebruikelijk. Nee. Dat is eigenlijk een toegevoegde waarde dat je zegt, laat die HRM-mensen nou eens elkaar opzoeken en die als een soort denktank eigenlijk functioneren. Precies. Ja. Oké, en die kennis wordt weer meegenomen naar de besturen om daar hand en voet aan te geven. Zo is het, ja. Herken je daar iets van? Ja, of daar heb jij zoiets van, nou, dat is mijn voorland niet? Nee. Kijk, wij zijn een middelgrote scholengroep in het voortgezet onderwijs, maar ook wij. Wij zouden niet anders kunnen dan met samenwerking. En nou ja, ik kan 10 samenwerkingsverbanden noemen waarin we opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is, ook vanwege het eerste verhaal wat gesteld wordt. We zitten in het netwerk Sterk Techniek. Hè? Wat je ziet, dat geeft echt een impuls aan het technisch onderwijs. We doen dat met bedrijfsleven. Dus dat is een netwerk. We zijn opleidingsschool. We zitten in een netwerk van opleidingsscholen. We zitten in de RAP, maar daar komen we straks nog een keer over te praten, over de aanpak van het personeelsakkoord. Ik kan zo 6-7 samenwerkingsverbanden. We hebben een regionaal bestuurdersoverleg waarin we allerlei dingen met elkaar afstemmen. Het is onvermijdelijk. En wat ik wel heel goed vind ik de laatste tijd, er zit ook een nieuwe generatie bestuurders. Ja, dus het echt concurreren met elkaar, hè, dat heb ik ook meegemaakt. Ik ben een oude man, ik doe dit al 12 jaar. Maar wat je in de loop van de tijd ziet, is dat het steeds meer samenwerken wordt, steeds minder concurreren. Die 2 leerlingen die jij misschien erbij kunt halen, die misschien van een andere school kwamen, dat is het niet meer. Hè. Ik proef steeds meer collectiviteit. En dat kan alleen maar doordat je elkaar in een bepaalde regelmaat en een bepaald niveau, zal ik maar zeggen, ontmoet. En dingen met elkaar bespreekt zonder het idee te hebben van wat ik nu zeg kan tegen me gebruikt worden. Dus ik zie een andere sfeer in Nederland ontstaan. Ik ben er heel blij mee. Van ja, het is niet anders. We moeten het met elkaar en anders redden we het nooit. Ook wij niet, als toch redelijke, behoorlijke scholengroep. Ja. Onvermijdelijk. En dan het positieve zin des woords, volgens mij. En er komt van alles voorbij op de chat. Ik kan er niet zo goed lezen. Daar zullen we dadelijk nog wel even naar kijken. Ik zie nu Jacques en Tini weer in beeld. Tini, jij knikt toen ik zei dat jij in beeld kwam. Betekent dat jij misschien iets zou willen delen? Nou, daar is een vraag, of er is een bericht binnengekomen dat in Twente, binnen het mobiliteitscentrum, een groot verschil is in tekort tussen de regio's. Zij richten zich met name, bij een aantal is het nog heel erg minimaal. En de leerkrachten hebben nog wel wat te kiezen. Maar doorgaans worden de vacatures nog wel goed ingevuld. Maar wat ze dan ook zien is dat we hebben 1 schoolbestuur in Noord-Holland. Waar we merken dat deze behoorlijk moeilijk is om deze vacatures in te vullen. Grote regionale verschillen. Ja. Dat is wel een bijzonder. Dankjewel Tini voor die want dat was ook een vraag die bij mij meespeelt. Van, je kunt natuurlijk je de koning te rijk voelen als je zegt dat je personeelsbeleid op orde hebt. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat als jij de buurman juist een tekort heeft. Dat je misschien wel elkaar zou kunnen ondersteunen daarin. En je gaf net al aan, we zijn niet meer zo concurrerend naar elkaar dat we elkaar naar de leerlingen staan. Maar hoe zie jij dat? Is dat een scenario wat jou aanspreekt? Het is wat we wel aanspreken, maar wat we momenteel niet hebben in het voortgezet onderwijs. Dat ken ik niet. Dat personeel, ja, daar wordt wel eens wat gedetacheerd, zal ik maar zeggen. Hè? Ik geloof dat je het zelf ook deed. Dus er gaat wel eens een keer eentje naar een ander, omdat daar voor een klein dienstverbandje. We detacheren regelmatig naar opleidingsinstituten. Hè? Er zijn mensen bij ons die gaan naar adviesbureaus, die voor een deel, of naar de commissie voor de examens, weet je wel, dat soort dingen. Maar tussen scholen schaars personeel uitwisselen, dat heb ik in het voortgezet onderwijs nog niet meegemaakt, helaas, zeg ik. Ja.
bij. Ja. Nou, dat is misschien wel een inzicht. Als we dan even weer naar het begin, naar Louis gaan, van probeer uit te zoomen en te kijken wat je nog niet hebt ontdekt en nog niet bent aangegaan. Mm. Zou dat ook iets voor basisonderwijs zijn? Zeker, dat zijn we al aan het doen. Dat is allemaal nog best ingewikkeld hoor, ook qua wetgeving. Twee voorbeelden daarbij. We hebben een kindcentrum nu in de nieuwbouwwijk in Gouda. En in plaats van dat daar weer drie schooltjes naast elkaar komen, hebben we daar één kindcentrum van gemaakt. Met PC, met katholiek, met openbaar. En daar geloof ik ongelooflijk in. En met de kinderopvangorganisatie daar natuurlijk bij. Dus die kinderen die ontmoeten elkaar allemaal op dat ene kindcentrum. Maar om dat vervolgens bestuurlijk op te tuigen, nou, ik zou jullie niet met alle details willen vermoeien. Maar dat is verschrikkelijk. Ja. Dus de wetgeving helpt ons daar absoluut niet in. Die houdt daarmee het systeem en dus ook de concurrentie in stand. Wat heel erg jammer is. Maar door elkaar maar op even te zoeken. Even een knipje maken. Dat betekent dus dat we eigenlijk ook een klein beetje beperkt worden vanuit misschien wel oude structuren, verschotting, om juist die samenwerking, dat blenden, mogelijk te maken. Ik denk het wel, maar ik ben het helemaal met jou eens, dat ondertussen vind je elkaar wel makkelijker. Ga je dat gesprek aan en zoek je wel naar dit soort oplossingen. Ja. En we hebben bijvoorbeeld nu ook een prachtig voorbeeld waarin we de concurrentie tussen de SBO's in het Goudse aan het weghalen zijn. En dat we zorgen voor een complementaire aanbod aan onderwijs. In plaats van hier een leerling weg en daar een leerling weg. Ja. Daar worden we niet beter van. Okay. Wij hadden het net al over onze nieuwe generatie bestuurders. En ik zie daar nou een vraag net binnenkomen. Betekent dat ook een nieuwe generatie HRM'ers of een andere kijk op HRM? En in hoeverre ondersteunen HRM'ers? Jij gaf net al aan dat er eigenlijk op bestuurlijk niveau ook wel verbindingen zijn. Zeker. Dat ze elkaar als een soort denktank opzoeken. Maar zou dat bestuurlijke commitment, zou dat nou verschillend zijn per regio, per sector? Wat is jullie idee daarover? Over dat HRM-netwerk. Ja, kijk, wat ik zie, kijk, niet elke school of scholengroep heeft een HRM'er. HRM'er heeft ook iets te maken met dat je moet een bepaald volume hebben, wil je een HRM'er kunnen permitteren. En dat vind ik zelf een van de problemen van het onderwijs. De schaalgrootte zou op bepaalde onderdelen wel wat groter mogen. En want nu heb je soms scholen die hebben 0,2 personeelsconsulent. Ja, die heeft geen tijd om mee te draaien in allerlei netwerken. Dus het vraagt een bepaalde schaalgrootte. Mm-hmm. En wat ik zie, is dat als je die schaalgrootte hebt, dat die mensen elkaar heel makkelijk vinden. Bij ons in de regio Zuidoost-Utrecht is er een netwerk. Dat gaat tot en met de stad Utrecht. Van PNO-functionarissen. Die ontmoeten elkaar ook met enige regelmaat, houden ook trainingen met elkaar en hebben ook heel praktisch een appgroep van iets heel concreets. Hebben jullie dat ook wel eens? En wat zouden jullie, hoe kun je daarin adviseren? Omdat het staat niet in de CAO. Maar dan heb je wel een HRM'er nodig die ook de tijd heeft en de ruimte heeft. En dat voel ik vaak in het werkveld. Dat die ruimte moet je ook krijgen van je bestuurder. Precies. En die bestuurder heeft misschien ook wel heel graag dat hij of zij zich gewoon bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken. Dus het vraagt een bepaalde volume. Juist, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Dat je zo iemand kunt vrijmaken, al is maar voor een dag per week, om ook dat gesprek aan te gaan. Want als die HRM alleen maar naar binnen kan kijken, dan krijg je dat netwerk. Het vraagt ook iets van commitment van die bestuurder, van die HRM'er. Gaan wij in, hè? Gaat de samenwerking in. Dus enerzijds hebben we volume nodig en anderzijds ook de blik naar buiten. Ja. Nou, als we die nou eens even vasthouden, dan dit is een soort idee, een gedachte wat nou voor ons ligt, omdat misschien het voorland betekent dat er tekorten gaan komen op de toekomst. Maar als we nou vooruitkijken, wat zou nou je droom zijn? Hoe zouden we op de middellange termijn of op de langere termijn personeelsbehoeftes kunnen managen met elkaar? Hoe zou dat voor PO kunnen? Ja, nou ja, ik denk dus die intensieve samenwerking met de opleidingsinstituten, dat moeten we nog veel verder uitbouwen. Hè? En daar ook de aantallen, maar ook de inhoud continu monitoren. Mm. Die flexibilisering die er plaatsvindt, jij noemde het al terecht. Ja, daar geloof ik enorm in. En dat biedt enorme kansen, ook bijvoorbeeld voor de zijinstromers en de flexibele deeltijders. Hè? Wat toch een hele andere doelgroep is dan die we traditioneel natuurlijk hebben aangeboord. Want daarmee haal je wel een vorm van een hybride docent binnen. Ja. En als je niets met dat hybrideschap zou willen of doen, dan heb je er eerder last dan lust van. Ja. Zo is het. Ja, dus het vergt ook wat meer lef
om een beetje van die traditionele paden, ja, die er vroeger altijd waren, om daarvan, ja, af te stappen. Hè? Ja. En dat filmen. En ik denk dat dat het vak alleen maar interessanter, hè, dus als het over middellange termijn gaat, dan, ja, dan denk ik dat dat het vak, laten we zeggen, de beleving van het vak alleen maar, ja, beter gaat maken en aantrekkelijker. We sluiten hierbij aan bij Louis Spanings eigenlijk. Precies. Ja. Heb jij nog een uitsmijter voordat we eruit gaan? Nou, daar staat in de chat, hè, middellange planning regionaal. Daar geloof ik heel erg in. Want we zitten allemaal hetzelfde vijvertje te vissen in de regio Zuidoost-Utrecht. Ja. Het is een fantastische scala van de meest geweldige scholen. Je hebt daar iets te kiezen. Echt. En dus, en waar ik zelf heel erg in geloof, dat is mijn uitsmijter, als ik mag, ik geloof heel erg in zij-instroom. We hebben binnen de CVO-groep een groot project. We noemen dat ook zij-instroom, doen met een extern bureau. Die verkennen de heel Nederland van mensen die zij-instroom zouden willen doen. Die mensen gaan een paar dagen meelopen, die gaan voor de klas staan, kijken of ze het een beetje leuk vinden. Die gaan een assessment aan bij de universiteit. En als ze daar helemaal doorheen komen, dan komen ze bij ons in dienst. En voor de scholen hebben we er dan voor gekozen om ze boven formatief te laten zijn. Ah, dus die scholen zeggen, oké, we weten dat we er investeren, maar we weten dat het niet op ons formatieplaatje duwt. Ja, ja. Dus daarmee hebben we echt fantastische mensen van buiten de afgelopen jaren binnengehengeld, die met een heel andere blik naar het onderwijs kijken. En dat is niet altijd succesvol, hoor. Houden we het goed. Dat zijn ook mensen die na een half jaar toch, dit is het niet, hè, maar ik geloof heel erg in zijstroom, in nieuwe ogen die de scholen komen. Wat mooi, wat heel mooi is in dit verhaal, is dat iemand die hybride de school inkomt, ook zijn bagage mee kan nemen en daarmee juist verrijkend werkt. In plaats van, daar hebben we iemand die de tekorten van onze bestaande cultuur komt opvullen, waardoor het eigenlijk vasthoudt. Ja. Ja. Hey, ik merk dat aan de klok dat we de 3 uur benaderen. En de mensen die om 1:30 zijn ingeschakeld, daar kan ik me voorstellen dat ze iets willen drinken. Ik weet niet of de zon nog schijnt buiten. Zou je even naar kunnen kijken en een plasje doen? Dan is het zo dat we zo dadelijk afronden. We hebben dadelijk nog een deelsessie op een iets later moment na een eerstvolgende presentatie. Ik wil Tini en Jacques bedanken voor hun bijdrage. Want zij waren toch even de buffer tussen u, kijker thuis, die zegt van, hey, ik heb een vraag, ik zou graag mee willen doen. De vragen nu, ook nu staan er weer nieuwe vragen in ons scherm. We nemen ze mee naar de volgende deelsessie. En wees gerust, ook op het eind zal er een verslaglegging plaatsvinden, waarin heel veel tips en inzichten nog verzameld worden. Voor nu wens ik jullie even een mooie en fijne pauze toe. En om 3:15 dan zullen we de presentatie weer voortzetten. Tot zo! See you.